Wat op kijkers, het is je boy Fax van de 1104 Skuske. Hoor dan. We zijn vandaag in Kraaien. Je weet toch, my hood. Vandaag is het mijn eerste vlog. Dat is van Amsterdam naar Antwerpen. Wat gaan we doen? We gaan met de scooter naar Antwerpen. Vanuit Kraaien. Maar hoe ga ik dat doen? Ik ga het filmen. Ik ga jullie de hele reis filmen. En ik ga jullie precies de route vertellen hoe ik ga rijden. Ten eerste, ik ga via Utrecht. Utrecht Centraal. Via Utrecht ga ik helemaal naar beneden naar Gorinchem. Ik weet niet hoe je dat uitspreekt. Maar ja, Gorinchem. Daarna heb ik even een pauze. Ga ik even een uurtje even sudderen. Na dat uurtje sudderen gaan we weer doorrijden naar beneden richting Breda. Gaan we even de stad verkennen, gewoon een beetje checken zo van Daarna ga ik even weer een uurtje pauze nemen bij de McDonald's daar zo. En vervolgens 2,5 uur verder zijn we bij Antwerpen Centraal. En dat gaan we in, ik hoop, 8 uurtjes rijden met 2 uur pauze. Dus ik hoop dat ik er dan in de middag ben in Antwerpen. En voor de rest gaan jullie het allemaal zien. Ja toch? Skuske! En dit is het startsein van mijn lange journey to Antwerpen. Natuurlijk staat hier mijn scooter. En wat heb ik in mijn buddy? Natuurlijk zien jullie het goed. Mijn tas waar alles in zit voor de lange reis. Bijvoorbeeld eten, baddoek, kleding. Wat nog meer? Mijn gorillapot voor de navigatie tijdens de reis. Badschuim natuurlijk. Tandenborstel, opladers. Alles wat ik een beetje nodig heb. Wat ik nog meer om me heen heb, wat jullie zien, is mijn camera. Waar ik de reis mee ga filmen. Ik zie dat. Ik ben nu in de McDonald's. Ik moest even wat eten. Want ik had een beetje honger, toch? Wat doe ik niet gewoon beter? Even een egg muffin, warme chocolademelk, sinaasappel, croissant. En natuurlijk ben ik even mijn Nika aan het opladen. Want ik moest hem weer opladen voor het volgende komende anderhalf uur. Wanneer ik straks ga rijden, toch? Ik ben in een uurtje, ik eet even gewoon mijn ontbijt even verder op en dan ga ik weer verder rijden. Ik vertrok om 7:45. Het is al nu weer inmiddels 8:45, geloof ik. Ja, het is 8:45. Het duurde wat langer omdat ik even helemaal moest omlopen omdat de mediamarkt bij Utrecht Centrum niet open was. Dus ik moest helemaal omlopen en duurde wel bijna kwartier. Maar ja, ik deed er over de reis zelf 50 minuten aan uurtje. Dus ik ga jullie straks meenemen naar buiten. Ik eet even snel mijn ontbijt op. En dan zit hier dadelijk Skuske. Wat op kijkers, ik ben nu in het winkelcentrum van Utrecht. Dat heet Hoog Catharijne. Is het winkelcentrum van Utrecht. Ik ben nu in de stad Utrecht. Ik heb net mijn McDonald's ontbijt ontbeten. En we gaan nu weer richting mijn scooter, richting Antwerpen. Maar ik had jullie niet verteld de stad Utrecht wat het is. De stad Utrecht is een stad van de Randstad die heel veel mensen telt. Daarnaast heeft Utrecht ook toeristische attracties als de Domtoren. Een hele grote kathedraal in Utrecht. Maar jullie kijkers willen dat niet weten. Jai dat. Jullie kijkers willen weten waar je uit kan gaan in Utrecht. En dat ga ik jullie nu vertellen. Club Puma. Ga naar daar zo. Dat is in, als ik het goed zeg, Tivoli Vredenburg. Daar moet je uitgaan. Geloof me. Ik ben nu ergens in Gorinchem beland. Ik kan het niet eens uitspreken. Zo raar is dit stad. Niet raar, het is nou een beetje een dorp. En het is niet raar, want het is gewoon een normaal dorp. Maar ja, luister dan. Jongens, ik ben Gorinchem. Het is een soort van, ik hoorde het, is een vechtstate.
een stad of een state. Ik weet niet hoe het uitspreekt. Maar ja, die man zei dat tegen me. I don't know. Maar ja, het is aan het puntje van Zuid-Holland. En vanaf 10 minuten ben ik al in Noord-Brabant. Dus ik ben bijna in Breda. Maar ja, ze zeggen hier dat het mooiste plek hier in Gorinchem de Waal is. Het is zeg maar een havengebied met allemaal schepen en zo. Maar ik ga jullie daar niet naartoe brengen, want dat is een beetje erg ver van hier. En ik wil ook rond een uur of 3-4 uur in Antwerpen zijn. Dus ik ga weer rijden. Maar ik ga jullie wel een beetje van het uitzicht laten genieten, toch? Shout-out naar Gorinchem, toch? Hier hebben ze geen GVB. Hier hebben ze Arriva bussen. Oké, let's go. We gaan weer verder rijden. Hi baby girl, are you ready? Yeah, you're ready. I know it. Hi, kijk eens. Ik ben bijna in België. Ik ben dicht bij de grens. Weet je wat ik opeens zie? Weet jullie wat dat zijn? Ik leg het jullie wel uit. Dat is een horse. Een horse. Weet je wat ze doen bij ons? In Nederland. Horse! Nee! Horse! Horse! Nee! Horse! Nee! Horse! Horse! Nee! What up, kijkers. Het is me gelukt. Ik sta nu letterlijk op de grens. Kijk, dit is Nederland. En nu kijken jullie naar België. Let op. Dit is de grens. Want kijk maar. Kijk dat bord. Zien jullie dat bord? Kan ik inzoomen? Ah, shit, ik kan niet inzoomen. Maar ja, wacht. Ik loop er even naartoe. Kijk. Nederland. Dan gaan we nu naar België, wacht. Oh yes, het is me gelaat! Wacht. Rij 24 kilometer op de N1. En dit is België, jongens. Op de scoot. Kijk mijn scootje daar staan. Zien jullie het? Ik sta nu in België. En als ik weer bij mijn scootje terugsta... Sta ik weer in Nederland. Grauw, ik ga weer verder rijden. Ik ben er bijna. Ik dacht van... Ik heb geen zin meer om te rijden. Laat me arbeid verrichten. Dus wat ga ik doen? Ik ga deze mensen allemaal hier, die allemaal aan het plukken zijn, even gewoon meehelpen. Moet je kijken. Ze zijn gewoon aardbeidjes aan het plukken. Kijk hier, gewoon aardbeidjes. Dus ik ga ze gewoon helpen. Moet ik helpen, broer? My new country, what is? Holland. Holland? Nationality, Hollandie? Oui, oui, Holland. What time are you nationality, Holland? I'm Holland. Yeah. You see, I'm white. No, I'm light skin. I'm sorry. But you, mother and father, is Holland? Wait, wait, wait. I'm coming to you. I'm coming to you. Meneer, mag ik een mandje van u? Eentje van u. Mag ik pakken? Polen. No. Can I get? You speak English? No? No English? English, nee. In English, nee. Eh? But can I take one? Can I take? Can I get? Mag ik hebben? Can I get? Yeah? Love it. Yeah? You are a good man. He give me. Say it to my snap. Say something. You from Poland? Lewandowski? No Lewandowski? No Lewandowski? No problem. Problem. Ai, maar ik heb mijn mandjes. Kuske. Shout out naar jullie, man. Ai, boys. Rustig. Ik ga eraf. Kuske. We rijden hier toch. We gaan richting Antwerpen. Ik ga mijn dames uitzwaaien. Hier toch. Dames, blijven stekken of niet? Alles 4 keer of niet? Ja, zo. Ik loof. Madness en groutness, kuske, alle day. Ai, ciao ciao.
ren naar binnen als een cash. Get je nekken nu in drijf. Voel ik komen in de skur. Zo'n knoppen in mijn stuur. Ik zie die niggas kijken shit, dat gaat me heus. Kan niet lekker, ben nog steeds eng. Jij hebt leuke pokers, maar ben geen fan. In de pool op nigga, geen tram. Ik heb een shooter bij me tot ik zeven ben. Ola, amen. Ik heb genoeg van al die waste, man. Lange dita, dat is 8 bakkie. Dat is 4 keer duurder dan je reed bent. Altijd veilig, heb die nakko bij me. Hou het onder koffer als een caveman. Niggas willen missen slippen, maar ik kan alleen maar sliden in die DM. Jij bent een type die wacht tot een nigger wat pak en ik wil dat je meerijdt. En zij wil hangen met de stars. Alsof ik nu in een rave ben. Ben op een andere level. Altijd niggas als ik kikkel. Losgeslagen ben een rebel. Eredivisie, geen jupiler. Dit is een andere battle. Mannen die gaan nu in zee, maar ze willen niet roeien. Dus gebruik een andere battle. Ben op een andere level. Ben op een andere level. Ja, ja, ja. Jouw mannen zijn niet op level. Dit is een andere level. Fuck nigga, blijf je alleen. Ik ben op een andere level. Ik heb die diamonds in mijn ding. Dat is een andere level. Fuck nigga, blijf je alleen. Dit is een andere level. Jouw mannen zijn niet op level. Dit is een andere level. Fuck nigga, blijf je alleen. Ik ben op een andere level. Ik heb die diamonds in mijn chain. Dat is een andere level. Fuck nigga, blijf je alleen. Dit is een andere level. Ik kijk Flexbus van Nederland. Zo mooi. Zo grappig. Man, Janus. Ik kom weer in Nederland. Mijn scootje is gewoon gebost. Want ik ging naar Utje, naar Van Pel Scooter. Je weet toch? Skiske, je weet toch? Is even die promotie voor hun. Van, ai, ik kom hem even brengen voor onderhoud. Hij baart tegen me van, hé, je profiel is gewoon loesoe. Het is gewoon weg. Ik denk van, eindstand. Hij kijkt ernaar. Hij zegt van, hé, je achterrem is ook gebost. Ik denk, dus door die hele reis zijn we niet goed eruit gekomen. Maar ja, Giant, ik ben gewoon bij Van Pel Scooter, je toch, Skuske Gang, in Utje, je toch. Laten we gewoon mijn scootje weer fixen, mijn baby staat daar zal. En dan gaan we gewoon met die OV terug naar huis, je toch. Alle day, you know, Skuske.